Ik hou van vroeg afstaan, lekker sporten, klimmen, thuis koken, bordspelletjes spelen. En ik hou van mijn werk. Mijn onderzoek gaat over een bacteriaal immuunsysteem die we heten CRISPR-Cas. Bacteriën, net als mensen, hebben ook hun eigen immuunsysteem waar ze tegen virussen ingaan. Als een virus de bacterie infecteert, de eerste stap die moet gebeuren is dat een stukje DNA moet opgeslagen in de bacteriën in een soort immuunbibliotheek. Met de nieuwe informatie in de immuunbibliotheek kunnen ze de virus direct gaan uitschakelen. En als dezelfde virus weer terug binnenkomt, dan kan de bacterie heel snel de virus gaan uitschakelen. Voor mijn promotie kijk ik hoe het systeem helemaal in elkaar zit. Stap voor stap, vanaf de eerste infectie tot de volgende infecties. Het CRISPR-Cas systeem is interessant omdat we kunnen het gebruiken om DNA, foute DNA, op te sporen, eruit gaan knippen en dan zelf de goede code erin plakken. Het is eigenlijk natuurlijk geweldig als we CRISPR-Cas kunnen gebruiken om genetische aandoening op te sporen en dan met de juiste code erin kan plakken zodat we mensen kunnen genezen van hun ziekte. Maar voordat we het zover zijn, moet er nog heel veel onderzoek gebeuren. Nee, ik had eigenlijk geen idee wat ik wilde worden. Ik zat op de middelbare school, op Aruba, en vond eigenlijk heel veel dingen leuk. Ik vond speciaal scheikunde en wiskunde heel leuk. Eigenlijk vind ik dat er heel veel verschillende karaktereigenschappen nodig zijn in een onderzoeksgroep. Variatie is heel erg belangrijk. De eentje is creatief, de andere is geduldig en systematisch. Maar je hebt nog een paar dingen echt nodig. En dat zijn de nieuwsgierigheid voor onderzoek, motivatie en dan nog doorzettingsvermogen. Onderzoek is ook soms heel erg frustrerend. Je hebt een experiment waar je echt heel lang voor hebt gewerkt, helemaal voor opgebouwd en dan doe je het eindelijk. En soms krijg je helemaal geen resultaten en soms de verkeerde. Dus, en dan moet je gaan denken van, is het experiment fout? Heb ik iets fout gedaan? Of klopt mijn gedachte helemaal niet? En dan moet je dat een beetje gaan uitpluizen. En soms is dat niet even leuk. Maar als het wel lukt, dan al de tijd dat je heeft over nagedacht en een oplossing voor had verzonnen en de oplossing werkt en je hele onderzoekswerk, dat is echt de beste gevoel ter wereld. Faces of Science.